Welkom bij Sinjac Delfshaven. Een van de oudste supermarkten op de nieuwe binnenweg werd opgeknapt. Ajoe! Yeah! Ik sta hier met Bram van Beckum, manager van het filiaal van Albert Heijn wat vandaag geopend wordt. Waarom was het nodig om heel de zaak te verbouwen? Nou, sowieso hebben we een aanschrijf van de gemeente gekregen om het pand weer helemaal in originele staat terug te brengen. Dat hebben we gelijk gekoppeld aan een totale interne verbouwing. En nou ja, goed, het resultaat is nu te zien. Hè? Een frisse winkel van deze tijd. Het is de eerste geopende supermarkt in Nederland en dan van de Albert Heijns. De Gruiter was eerder, maar in 1955 besloot toen de tijd Albert Heijn om van een zelfverdieningswinkel een supermarkt te maken. En het verschil tussen een zelfverdieningswinkel en een supermarkt is dat in de supermarkt vlees, groenten en dergelijke ook te koop was. En niet alleen maar kruidenierswaren. Aquele abraço de minha povo de Luanda. Incrível a batiga lá na bola. Wat vind je van de nieuwe binnenweg de laatste tijd? Nou, er is een hele vooruitgang. Dat vind ik wel, een verbetering. Maar er zijn nog, ik heb net gekeken daar, allemaal zaken die nog op moeten worden geknapt. En ja, en sommige zaken denk ik, ja. Zo'n stamppotzaak, ik hoop dat ze succes hebben, maar... Ik betwijfel het, want in de zomer ga je geen stamppot eten. Bent u al lang bekend met de binnenweg? Ja, ik woon op de Augustusstraat, dus ik ja, weet ik veel hoe lang, 40 jaar minstens. Hoe vind je dat er feest is vandaag? Ik vind het leuk. Ga je hier altijd winkelen op de binnenweg? Ja, want ik woon hier om de hoek. Wat vindt u van de nieuwe binnenweg? Kent u het een beetje? Ik vind het ontzettend opgeknapt. Ja, dat is echt geweldig. Ja. Ziet er stukken beter uit. Hoe lang komt u hier al bij deze winkel? Al lang. Ook dat nog. Heeft u idee van hoe lang dat is? Nou, vanaf 65. Vindt u dat de nieuwe binnenweg opknapt de laatste tijd? Ja. Inderdaad. Waar zit hem dat in? Een beetje leuke winkels. Nieuwe winkels? Ja. Nog meer. Het publiek staat te dringen voor de deur. Vandaag de heropening van een van de oudste supermarkten van Nederland. Gaan jullie cadeautjes uitdelen? Ja, zeg maar, elk klant krijgt een gratis taartje mee. Ja. Frans... Je hebt de opening verricht met de schaar. Hoe was dat? Nou, was leuk. Leuk, gezellig. Ze hebben lang moeten wachten voor de deur, maar nu mogen ze naar binnen. Nou, nu mag het naar binnen. Ik heb een lint afgeklipt, samen met mevrouw Schober. En op dat moment naar binnen. Hoe vindt u de nieuwe binnenweg worden? Het gaat beter worden. Er kan nog heel wat gedaan worden, maar... Het beginschot is afgegeven, dus het komt wel goed. Bent u iemand uit de buurt ook? Ja, ik woon schuin aan de overkant. Mijn naam is Iris van der Lee en ik werk bij de gemeente Rotterdam. En wat heeft u te maken met de nieuwe binnenweg? Ik ben verantwoordelijk voor het opknappen van de 148 panden. Op de binnenweg, die een aantal jaar geleden zijn aangeschreven, omdat ze gebreken hadden. Nu hoorde ik dat dit pand ook stond aangeschreven. Waarom was dat? Nou, omdat er toch wel achterstallig onderhoud op zat. En er zaten rolluiken op waarvan wij zeiden van nou, het zou mooi zijn als je dat op een andere manier zou doen. Want we proberen toch om de gevels op de binnenweg wat mooier te krijgen. En wat meer toch wat historisch beeld wat er eigenlijk op de nieuwe binnenweg wenselijk is. Are you ready? Yeah.
Are you ready? Yo! Are you ready? Yeah! Beba bife sabura de tomanda. Beba basa. We zijn nu net open gegaan, dus de eerste reacties komen nu binnen. Ik ben zelf super tevreden, maar uiteindelijk gaat het om de klant. En de klant die moet zijn weg gaan vinden in deze winkel. Ik heb er goed vertrouwen in. Wat betekent de Binnenweg voor u? De Binnenweg is een voor mij hele bijzondere straat. Ik ben geboren in Rotterdam, maar als kind liep ik hier al rond. Ik zie heel veel ontwikkeling op de nieuwe Binnenweg. Ik zie heel veel mooie winkels komen. Ik zie veel mooie nieuwe ondernemers in de straat komen. En volgens mij ligt de kracht nu om elkaar op te zoeken en te gaan samenwerken om deze nieuwe Binnenweg weer krachtig weg te zetten, commercieel, maar ook gewoon weer leuk voor de buurt. Hoe staat de Binnenweg ervoor op dit moment? Nou ja, het gaat heel snel met het opknappen van de panden. Dat gaat eigenlijk heel goed. Zoals iedereen heeft kunnen zien, we hebben vorig jaar natuurlijk een soort heropening gehad, waarbij ook de hele buitenruimte, de bestrating, de klinkertjes zijn toen neergelegd. Dus de hele buitenruimte is opgeknapt. En dit jaar zijn we de laatste panden nog aan het opknappen. En we zijn ook nog druk bezig om de leegstand die er nog is. Enerzijds omdat panden nog niet klaar zijn. Anderzijds omdat we nog goede winkeliers zoeken. Om die leegstand ook zoveel mogelijk terug te dringen. En er komen steeds meer nieuwe ondernemers naar de Binnenweg. Dus eigenlijk gaat het hartstikke goed. Cineaks del Save is iedereen. Onlangs verscheen Maria in de Havenstraat. Op deze aarde zijn er vele goden en heiligen die aanbeden worden. Eén daarvan is Maria. Hier volgt een verhaal over een Mariabeeld dat verscheen in de Havenstraat en nu staat in de schat van Schoonderlo. Het verhaal gaat dat een man, thuiskomend van zijn werk, op de fiets, op de container voor zijn deur, een rood vuilcontainer, een lichtende gestalte ziet. Maar hij kan het niet goed onderscheiden en hij opent zijn voordeur en gaat naar binnen. Maar later denkt hij, ik moet het toch eens beter bekijken. Nou, het is echt een verhaal voor onder de afwas, Margriet. Wat is het verhaal van die Maria? Sommigen zeggen dat ze opgegraven is. Dat ze vroeg in de kerk stond. Dat heb ik ook gehoord. Er heeft hier vroeger een kerk gestaan natuurlijk. En het zou zomaar kunnen. Het is een heel verhaal wat eigenlijk waar zou kunnen zijn. Dus dat ze hier vroeger in de kerk gestaan heeft. En toevallig bij graafwerkzaamheden, toen wij een plant planten, kwam ze uit de grond tevoorschijn. Maria, de moeder van Jezus, de grondlegger van het christendom. Zij wordt vaak afgebeeld met Jezus kind en of met een slang. Symbool van het kwaad, die zij onder haar voeten vertrapt. Maagd. De kuis en ongehuwd levende jonge vrouw is in veel culturen een symbool van de ascetische onthechting van de wereld. Waarbij niet altijd zedelijke motieven, maar vaak ook magische onthoudingsidealen een rol spelen. Tijdelijke maagdelijkheid werd bijvoorbeeld in het oude Rome van de Vestaalse maagden en de Sibylle profetessen gevergd. Als voorwaarde om voortdurend met de godheid te kunnen communiceren. Aan veel goden, heroven en heersers werd een ongeslachtelijke ontvangenis door een maag toegeschreven. Ook keizer Augustus zou op wonderbaarlijke wijze door een slang het aan Apollo gewijde dier in het tempel van Apollo verwekt zijn. De slang.
een dier waarvan de symboliek veel tegenstrijdigheid vertoont. In veel archaïsche culturen wordt hij als symbool van de onderwereld en het dodenrijk opgevat. Vermoedelijk omdat hij in het verborgene leeft en in holletjes wegkruipt. Maar ook vanwege zijn vermogen zich door vervelling schijnbaar te verjongen. De slang beweegt zich zonder poten voort, kruipt als een vogel uit het ei en heeft dikwijls een dodelijke, giftige beet. Dood en leven zijn in dit dier op zo'n unieke wijze symbolisch verenigd dat er nauwelijks culturen bestaan die geen aandacht aan de slang hebben geschonken. Ook in de Bijbel is de slang enerzijds een symbool van het kwaad en oorzaak van de zondeval, anderzijds symbool van het leven. Bijvoorbeeld Mozes richtte in de woestijn een ijzeren slang op. En ook de staf van Aaron veranderde in een slang die de staven van de Egyptische tovenaars verslond. Een prachtige nieuwe plantenbak aan de Spangerse Kade, gemaakt door actieve bewoners. Komen jullie mee over planten? Hallo, je zit hier te kijken naar Jacco Bakker aan de Spangerse Kade. En zoals je kunt zien hebben we hier vandaag een plantdag. En die hebben we georganiseerd omdat de eerste plantenbak die we net hebben gemaakt is opgeleverd. En we zijn sinds 3 jaar ongeveer zijn we hier als groep bewoners begonnen met het initiatief van Atelier Spangerse Kade. Om de Spangerse Kade aantrekkelijker en mooier te maken. Nou, zoals je kunt zien is dat nu wat ons betreft gelukt met een hele grote plantenbak. Het is dus een hele drukke, brede kade. En dat is ook een van de redenen dat we wilden dat het hier verandert, want het lijkt af en toe wel een racebaan. En nou, sinds 3 jaar zijn we dus actief en hebben vanuit de deelgemeente Delfshaven allerlei subsidietjes gekregen. Nou, en het lukt wel om het steeds leuker te maken en aantrekkelijker samen met mensen uit de buurt. En voorlopig zijn we nog niet klaar. Er doen wel aardig wat mensen aan mee, hè, geloof ik. Ja, ja, het is wel altijd een soort harde kern die je vooral altijd hier ziet prielen en zwoegen. Maar het leuke is wel dat elke keer als we iets organiseren, dat er wel weer een nieuw iemand komt aanwaaien. En ja, uiteindelijk zijn het vooral wel de bewoners die hier vlak in de buurt wonen die ook echt het leuk vinden om mee te helpen. Omdat het ook gewoon een soort hun achtertuin is of voortuin. Hebben jullie dat zelf gemetseld? Ja, het hebben we helemaal zelf gemetseld. Het ontwerp is ook van een kunstenaar hier uit de buurt, Fred Schuurink. En dat heeft ook heel veel gedoe opgeleverd met gemeentewerk onder andere. Omdat het geen Rotterdamse stijl is, zoals ze dat noemen. Maar uiteindelijk heeft de deelgemeente er wel voor gezorgd dat we het mochten aanleggen zoals het is aangelegd. En ja, nu is de bedoeling dat het natuurlijk mooi blijft. Maar er zijn zoveel mensen bij betrokken dat wij niet zo bang zijn dat niemand zich daar om wil bekommeren. Dus dat, ja. Dat komt wel goed. Okay. Ja, en we hopen dus op meer enthousiaste bewoners die willen helpen. En ook om te zorgen dat andere partijen die misschien nog wat geld kunnen stoppen in zeg maar, dit initiatief. Om het gewoon nog groter en leuker te maken. Okay. Nou, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan en tot de volgende keer. 5 minuten douchen is echt genoeg om je haar te wassen en alles te wassen. En nu een portret van Mark Bolk, wijkbewoner die een passie voor fotografie heeft. Wie ben ik? Ik ben Mark Bolk. Ik woon in Rotterdam-West. Ik ben ook geboren in Rotterdam. En, ik woon hier al heel mijn leven. Nou, waar woon ik? Ik woon op de Adrie Milderstraat. Dat is een zijstraat van de Beukelsdijk. Het is best wel een fijne wijk. Veel leuke buren die ik ook door de jaren heen heb leren kennen. En veel foto's heb gemaakt uiteraard. Ik woon daar, even denken, dat is al een paar jaar terug. Ik woon daar nu, ik schat rond de 11 jaar, of misschien 10, 11 jaar. Ik vind de buurt heel fijn, ik heb daar veel vrienden leren kennen. Ook van mensen weg zien gaan. En ja, ik vind, het voelt voor mij als een thuisbasis. Als ik bijvoorbeeld naar een klusje ga en ik kom weer terug thuis, denk ik, ja,
zijn. Thuis. Chill. Positieve kanten van de buurt. Nou, vooral positief van de buurt is, ja, iedereen kent elkaar wel. Je weet gewoon wie buurtgenoten zijn. Als je op straat loopt, je weet gewoon wie is. Als je over straat loopt, is niet dat alles helemaal vreemd is, dat je niet weet waar je bent. Hoe is mijn passie voor fotografie ontstaan? Nou, dat is, ik was altijd al gefascineerd door foto's. Ook met een mobiele telefoon desnoods, als je een foto maakt. Ik vond het hartstikke leuk om allemaal te doen. En op mijn 13e, 14e kreeg ik mijn eerste camera voor mijn verjaardag. En toen ben ik via in contact gekomen met een fotograaf, waar ik nu nog steeds assisteer af en toe. En toen ging ik bij hem assisteren. En ik was al helemaal verkocht. Hij heeft mij alle fijne kneepjes van de basis van fotografie tot op de bodem geleerd. Het is een hele goede leermeester geweest. Ik heb veel van hem geleerd. Daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. En nu doe ik zoveel mogelijk, probeer ik zelf te ontdekken. Dat is ook de beste tip die ik kan geven. Ik ben nog lang geen pro, maar wat ik wel gemerkt heb is dat uitzoeken, ontdekken, herhaling. En uiteindelijk zit het zo erg in je hoofd gegrift. Je ontwikkelt je eigen stijl en mensen gaan je stijl herkennen. En dat is heel fijn om te horen van mensen als ze je compliment geven over je foto's. Het is heel ego-strelend. Je moet natuurlijk ook niet egoïstisch worden. Je moet wel blijven realiseren dat je nog een leerling bent. Dus ja, ik ben nog steeds helemaal, ja, ik vind nog steeds een hartstikke mooi vak. En dat zal ik ook altijd vinden. Ik ben nu bezig met een project en het kan misschien heel stom klinken, maar ik fotografeer gewoon honden uit Rotterdam. Het is echt uit het niets tot stand gekomen. Ik ga het misschien ook gebruiken voor een project voor school. Dat is wel heel handig, dat zal wel heel handig uitkomen. En daarbij fotografeer ik ook portretten van mensen, gewoon op straat. Vooral uit Rotterdam, sowieso uit Rotterdam. En vandaag vooral uit West. En ik vind het vooral mooi om mensen te fotograferen die zo natuurlijk mogelijk op de foto staan. Dat je niet denkt als je die foto ziet van zo. Het is heel erg tot stand gebracht. Hij heeft gezegd van ja, je moet zo kijken. En ook met honden is dat al helemaal. Tegen een hond kan je niet zeggen van ja, kan je even zo kijken. Of die doet gewoon lekker zijn eigen ding. En je moet maar geluk hebben dat jij een mooi plaatje kan schieten. Dus het is altijd een verrassing. Dus ik ben benieuwd of het vandaag weer goed gaat komen. Mijn echte motivatie voor fotografie. Ik denk dat veel mensen zullen zeggen geld. En als je goed bent, dan verdien je ook wel een lekker centje. Maar zelf, natuurlijk is het geld heel mooi. Alleen ik vind het gewoon, zoals ik net al verteld, een heel mooi vak. En je kan zo erg je eigen dingen van maken, zo erg je eigen stijl. Dus het blijft gewoon fascinerend. Over 10 jaar zie ik mezelf met een veel betere camera dan die ik nu heb, hoop ik. Hele leuke klusjes. Ik hoop ook hele grote klusjes. Want ik wil niet blijven hangen in hetzelfde ding. Want dan kan je natuurlijk beter bij de Roadhead gaan werken. Als je elke dag hetzelfde wil gaan doen. Dus ik hoop veel leuke klusjes, goede klusjes, leuke mensen ontmoeten. Veel leuke mede-collega's ontmoeten. Ja, gewoon om een lang verhaal kort te maken. Groot worden. Naam vestigen. Ik ben Mark Bok, ik kom uit Rotterdam West en fotografie is mijn passie. Het is vandaag de laatste opruimdag van DISC, eer in buurthuis De Vlieger. Wat is hier vandaag aan de hand in De Vlieger? Uitverkoop van DISC, helaas. En dat moet allemaal vandaag gebeuren? Moet allemaal vandaag gebeuren. Het pand is per 1 juli verhuurd, dus we moeten eruit. En levert het nog wat op? Ja, alle kleine beetjes helpen natuurlijk. Ja, het is voor het personeel. Al het personeel is per 1 juli ontslagen. Dus dan doe je dat ook allemaal voor vriendenprijsjes. Dat is gewoon, je wil het verkopen, het moet opgeruimd worden. Maar je gaat daar geen zakelijke prijzen voor vragen. Want nu is het voor het personeel? Ja.
En vanaf 2 uur is het voor zelforganisaties en alle mensen die interesse hebben. Wat voor gevoel heb je nu? U kijkt vrolijk. Ja, maar ik ben echt helemaal niet vrolijk en ik wil daar verder niet over praten. Want dat is te emotioneel, dat doe ik niet. Maar zo'n fiets kan toch nooit meer zijn dan een tientje? Ja, dat zou je hopen, ja. Ik hoorde dat je de prijs ook in het oor moest fluisteren. Dat niemand... Dan gaat het beter. Ja. Ik ben een klusjesman. Ik klus in mijn huis. Ik maak graag meubels en zo. Dus dan had ik wat nodig. Ik heb het zelf. En dat zijn schroevendraaiers, tangen enzovoort. U gaat gewoon door met uw werk als vrijwilliger? Ja, dat wil ik graag blijven doen. Want ik vind het hartstikke leuk. Het is nou afwachten wat voor collega's ik nou krijg. Tenminste, een paar van mij blijven nog. Maar de rest gaan iedereen weg. Want u had het wel erg naar uw zin? Ik had heel erg naar mijn zin. Vooral met disc mensen. En ik was zo gehecht aan die mensen, weet je. Ja, ja. En zo 1,5 jaar dat ik daar werk. Nou. Ja, afscheid is altijd moeilijk. Heel pijn. Ja. Echt, heel pijn. Zomerzondagen in het park. Het programma is helaas voorbij, maar de beelden hebben we nog. Zomerzondagen 2013. Op dit gratis festival beleef je de leukste vakantiedagen. Met warmbloedige muziek, verrassend theater en een uitgebreid programma voor kids. Kom picknicken en dansen in het gras. Met hulp van de creatieve meiden van Klieder en Klodder en de mannen van Bende tover je alle zomerzondagen recyclemateriaal om tot kunstwerkjes. Verven, plakken, naaien, zagen, hameren, timmeren. Werk je wildste ideeën uit. Music Matters maakt de workshops mogelijk. Vandaar elke zondag aandacht voor muziek. Met een grande finale op 23 juni. Zomerzondagen is dé ontmoetingsplek van de Rotterdamse zomer. Kijk ook op www.zomerzondagen.nl. Het programma speelt zich af in het park bij de Urenmast op het veld tegenover het Witte Koetshuis. Kom op de fiets of met het openbaar vervoer. Tramlijn 8, halte Kievitslaan. Organisatie en programmering Antoinette van Hattem. Thank you.
mag al een eerste keer spelen. En weet je wat? Omdat de eerste keer is, mag je gewoon gratis spelen. Direct aan de arm en dan zal je zien of je prijs hebt. Doe maar. Trek maar aan het hendeltje. Oh, en we hebben een biefstuk. We hebben een biefstuk. En één biefstuk. Biefstuk friet. En we hebben er al twee. We hebben er al twee. Wordt het een derde of niet? Een derde? Dat is de vraag. Ga die op. Cineac Delfshaven is voor iedereen. Hartelijk dank voor het kijken naar Cineac Delfshaven. Graag tot de volgende keer.